Want de week is nog niet af. Er moet nog één ding gebeuren en jij mag kiezen. Wat moet er deze week nog gebeuren? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als die kinderen weer heel graag gaan lezen. Als die kinderen weer heel graag gaan lezen? Die kinderen uit Harderwijk natuurlijk. Maar dat is niet makkelijk. Ja, die houden natuurlijk meer van gamen, kinderen überhaupt, toch? Ja, dat zijn helemaal geen lezers. Lezers, gamen. Nee, gamen, lezers. Dan moeten ze gaan lasergamen. Gaan lasergamen. Ja. Maar dat is briljant. Ja, dus dan moeten we gaan lasergamen met heel veel boeken. Hoe komen we in godsnaam, Jeroen, aan heel veel boeken? Komen we aan heel veel boeken? Die man van de benaderingsvraag. Man van de benaderingsvraag. Ad, ben je daar? Jazeker. Hey Ad, we hebben gezien dat jij heel veel boeken over hebt. Mogen we die van jou lenen? Natuurlijk, je mag ze zelfs allemaal meenemen. Allemaal hebben gewoon. Mogen we ze hebben? En daar komt de vrachtwagen. Ja, je gaat alle boeken van Ad inladen. En daar gaan Ad zijn boeken. Het is leeg en luchtig, maar ik ben ook opgelucht. En al deze boeken gaan naar de school van juf Nicky in Harderwijk. Leerlingen, zijn jullie er nog allemaal? Ja, zijn er. Lezen, jullie zeiden het al, vinden jullie geen hol aan, hè? Nou, hebben we iets gevonden waardoor het lezen misschien wat leuker wordt? Ik zou zeggen, kom maar naar de gymzaal. Ja, ga naar binnen. We gaan namelijk begrijpend lasergamen. Het is eigenlijk net als echt lasergamen. Het is hartstikke leuk. Maar als je wordt geraakt, moet je het dichtstbijzijnde boek pakken en een passage lezen. Juf Nicky komt dan over het stukje een vraag stellen. Als je hem goed hebt, leef je weer. En dan mag je weer door. Lezers klaar? Daar gaan we! Oh, sorry. Vind je het wat? Lijkt het je wat? Nou, het ziet er best interessant uit. In welk land speelt dit fragment dat je net hebt gelezen zich af? In Suriname. Perfect, je mag weer verder spelen. Vertel eens. Ik ben dit boek aan het lezen. Oh, gaaf. Ja, ik vind het een leuk boek, ja. Lijkt het je leuk? Nou, niet echt, maar... Maar toch. Het was op zich liever wel leuk om te lezen. Wie komt het eerst op school aan? Is dat Johnny of is het de hoofdpersoon? Ik dacht de hoofdpersoon, want Johnny kon volgens mij later aanrennen. Maar... Top gedaan, je mag weer spelen! Ja. En de winnaar is Rico. Gefeliciteerd Rico, jij hebt gewonnen. Je hebt dus het beste gespeeld, het beste gegamed. Dat betekent waarschijnlijk ook dat je thuis best wel veel aan het gamen bent en iets minder aan het lezen. Dus vandaar de prijs voor jou, deze stapel boeken. Een groot deel van de boeken krijgt een mooie plek in de leesbibliotheek van de school. Een ander deel gaat naar Stichting Boekentuin in Alkmaar. En allemaal dankzij Ad. Ad, ben je er ook nog? Ik ben er nog, hoor. Ja. Ja, Ad, wil je heel erg bedanken voor je genereuze medewerking. En daarom hebben we speciaal ook voor jou een cadeautje. Ach, dat is erg leuk. Ja. Ja, een boekenbon, hè? Een boekenbon voor jou. Kijk. Dankjewel, Ad. En geniet van al je ruimte. Even tot hier.